Dag allemaal. We zijn hier vandaag op een voetbalveld. En dat is omdat ik jullie vandaag iets uit wil leggen over wat God tegen de Israëlieten zei. Kijk, ons volk leeft in ballingschap. En ballingschap betekent dat we door een ander volk zijn meegenomen naar hun land en dat we niet mee naar huis mogen. En ik ben als het ware hun profeet. Ik ben hun scheidsrechter. Ik moet tegen ze zeggen wat ze goed doen en wat ze fout doen. Maar moet je altijd goed doen? Of mag het ook wel eens een keertje even niet goed zijn? Daar gaat het vandaag over. Kijk, vandaag hier op het voetbalveld spelen onze Israëlieten tegen een ander volk. Kijk maar, dit is onze sterspeler. Kijk, dit is er een van ons. Dat kun je wel zien, hè, aan zijn RKC-shirt. Zijn moeder zei altijd tegen hem, meedoen is belangrijker dan winnen. Maar dat is flauwekul, hè, want je wil winnen natuurlijk. Zijn vader zei altijd tegen hem, met eerlijk spel win je het wel. Maar het is best lastig om de hele tijd eerlijk te blijven spelen. Kijk maar, ga maar het veld in. Vandaag spelen onze Israëlieten tegen een ander volk. En daar is dit een van de sterspelers van. Ah, goed zo. Nou denkt onze Israëliet, deze, die kan ik wel aan. Maar weet je wat het vervelende is? Er is er nog één van. En deze twee hebben ook nog een keeper. Kom maar. Hier is die. Goed zo. En deze drie, die gaan het opnemen tegen onze Israëliet. Dus dat is best lastig. Kijk maar. Onze Israëliet heeft de bal. Maar de spelers van het andere volk komen op hem af, duwen hem omver en gaan er met de bal vandoor. Onze Israëliet is woedend. Dus hij komt woedend naar de scheidsrechter toe. Scheids, het is niet eerlijk, Dat klopt, het is niet eerlijk. Maar dat betekent wel dat jij nog steeds eerlijk moet blijven spelen. Ga maar weer gauw door. Maar ja, hoe eerlijk onze Israëliet ook speelt, de spelers van het andere volk spelen zo oneerlijk, zitten hem dwars, pakken de bal met hun handen vast, duwen hem omver en ze dreigen te gaan scoren. En dan gebeurt het. Onze Israëliet heeft er zo schoon genoeg van, dat hij steeds getreiterd wordt, dat hij één van hen onderuit haalt. Hij ligt kermend op de grond. Dus ja, ik kan niks anders doen dan... Oh, scheids, daar kan ik toch niks aan doen? Ik kan niet anders dan hem een rode kaart geven. Oh. En hij vindt het allemaal zo oneerlijk. Hij heeft de hele wedstrijd eerlijk gespeeld. En dan op het eind doet hij één keer een foutje. Maar hij zegt, ja, zij hebben zo oneerlijk gespeeld. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet. Ik kan toch niet geen rode kaart geven terwijl hij iemand onderuit heeft getrapt. Kijk... Het is voor God niet eens zo belangrijk of je eerder goede of slechte dingen hebt gedaan. Het gaat erom dat je nu iets goed doet. Kijk, en dat is toch eigenlijk logisch. Of zoals Johan Cruijff zou kunnen zeggen, met een rode kaart kan je niet scoren. Maar dat is logisch. Vandaag horen jullie in de kindernevendienst een verhaal over Jezus. Jezus gaat naar Jeruzalem. Dat is zijn doel. En Jezus heeft al heel veel goede dingen gedaan. Hij heeft mensen genezen, hij heeft mooie dingen gezegd, hij heeft wonderen verricht. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet leuk vinden. Die hem treiteren en pesten en proberen in de val te lokken. En dat zal alleen nog maar erger worden. En Jezus vraagt zich af, heb ik nou al eigenlijk niet goed genoeg gedaan? Moet ik nou wel werkelijk naar Jeruzalem? Maar hij beslist, ja, ik moet door, want Jeruzalem is mijn doel. Als ik mijn doel niet haal en niet goed blijf doen, is alles wat ik goed heb gedaan voor niks geweest. Dus Jezus gaat door op zijn doel af. En nu ik. Ruben, daar gaan we. Ik ben eigenlijk niet zo'n goede voetballer. Ik kan hem wel raken hoor, maar ik weet nooit waar die heen gaat. Daar komt hij, Ruben. Wat is dat? Wie heeft dat gedaan? Tot volgende week!